Gefeliciteerd Delano, tot het einde van het seizoen, Spartaan. Ja, dankjewel. Hoe is uh, dit tot stand gekomen? Uh, ja, Sparta kampt natuurlijk met een keepersprobleem. En uh, ja, ik heb uh, met uh, Gerard gewerkt uh, bij Zwolle, met Hans de Koning en uh, Maurice bij VVV. En met alle drie heb ik heel prettig samengewerkt. En uh, ja, als je de lijst van transfervrije keepers gaat kijken, ja, toen is de keuze op mij gevallen. En toen uh, heeft Maurice mij uh, maandagmiddag ingelicht om te komen dinsdag. En ja, dat is bevallen. Dus uh, ja, hopen we hopen er een mooi seizoen van te maken. Hoe zijn die maanden daartussen voor jou geweest? Want je was, uh, in 1 juni liep je contract bij VVV af. Die zullen toen al een zomerstop hebben gehad. Wat heb jij in die tussentijd gedaan? Uh, ja, ik heb met het team VVCS uh, vier, vijf weken getraind en uh, dat was dan elke dag op een neer rijden naar Zeist. Dus dat was wel redelijk pittig. Vanuit Venlo? Vanuit Venlo, ja. Dus, uh, maar ja, ik dacht van ik moet iets, want groepstrainingen die, ja, die zijn toch belangrijk. En uh, ja, daarna heb ik nog drie weken bij de treffers getraind. En ja, dat is uiteindelijk op niks uitgedraaid, omdat ik nog niet klaar was om terug te gaan naar de amateurs. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk uh, drie, vier weken uh, eigenlijk geen veldtraining meer gehad sinds dat Maurice me belde. En dus uh, dinsdag was mijn eerste veldtraining en gisteren mijn eerste halfje. En is het dan net zoals fietsen, dat je dat uh, niet verleert en hem gelijk weer op kan pakken als je weer op het veld staat? Ja, als keeper zijnde, is conditioneel is natuurlijk niet zo heel belangrijk, maar het is wel gewoon het gevoel pakken en uh, ja, het, gewoon het gevoel terugkrijgen. Maar dat heeft niet zo heel lang nodig, lijkt me. Nee, want dat merk je ook gelijk dat dat gewoon uh, goed gaat. Ja, ik ben ondertussen 31, dus ik loop al wat jaartjes mee. Dus uh, als ik misschien 20 was geweest, was het anders geweest. Maar ja, ik ken mijn eigen lichaam goed. Dus. Uh... Hoe reageerde Vito toen je belde van uh, ik kom bij je langs? Ja, wel uh, leuk natuurlijk. Uh, iedereen uh, vond het leuk in de familie. En nee. uh, ja, gelukkig is het uh, tot een uh, oplossing gekomen voor allebei. Want het is natuurlijk uh, heel veel transenvrije spelers zullen misschien Sparta niet zo goed kennen, maar ik kan me voorstellen dat jij wel uh, behoorlijk wat wedstrijden gezien hebt. Ja, ik heb vorig jaar eigenlijk elke uit en thuiswedstrijd gezien als wij zelf niet speelden. En dit seizoen ben ik eigenlijk ook elke wedstrijd geweest. Dus ik ken die jongens al redelijk goed. En uh, ja, ik heb ook nog met uh, Adio aanvoerder, heb ik ook niet meer VVV gespeeld. Dus op zich uh, voor mij is het inburgeren hier niet zo heel moeilijk, want ik ken, uh, de meeste mensen ken ik al hier. Dus uh, Helemaal. Dat is wel prettig. Rotterdam en Limburg, dat is wel een klein uh, cultuurshopje <laughs> misschien. <laughs> nou, ik ben op zich wel uh, een extravert persoon, dus uh, daar pas ik wat tussen. Ga je ook uh, hier naartoe verhuizen of trek je bij Vito in? Nee, nee, ik uh, ga niet bij Vito in trekken. Ik ga gewoon uh, in een hotel zitten hier in een paar dagen. En dan, uh, ja, Vito moet natuurlijk ook zijn eigen rust hebben. Ik wil niet hier, uh, ik is mijn broertje, maar uh, hij moet hier zijn ding doen en ik moet hier mijn ding doen. En uh, ja. In ieder geval uh, een, een hereniging op het veld en uh, heel veel succes. Ja, dankjewel. Hopelijk nog mooi smaak.